De fractie van de ChristenUnie wil van het stadsbestuur weten of het waar is dat er nauwelijks nog graffiti verwijderd wordt. Volgens een burger die zich bij de ChristenUnie heeft beklaagd, zou de gemeente alleen nog maar discriminerende leuzen verwijderen. De ChristenUnie wil weten of dit klopt. Als dat zo is, vindt de partij dat dit niet strookt met het gemeentelijk beleid om Groningen schoon en veilig te houden. In de Martinikerk wordt vandaag en morgen de nieuwbouwbeurs gehouden. Tijdens de beurs wordt een overzicht gegeven van de nieuwe wijken die momenteel gebouwd worden. Daarnaast worden er plannen voor woonwijken gepresenteerd. In totaal gaat het om zo'n 40 projecten. Er zijn onder meer maquettes te bekijken en de nieuwbouwplannen worden ook op tv-schermen vertoond.